Welkom bij de vodcast na aflevering 9. Nee, nee. Jawel. Nee. Ja. Nee, 8. Ja. Nee, 8. Ja, 9. Ja, nee. Hou eens op. We lijken zo Soendels en Art wel na de derde opdracht. Doe even normaal. Maar goed, na aflevering 9 van Wie is de Mol? Dit is de vodcast. En ik wil dat je dit onthoudt. Al draagt een aap een gouden ring. Het is en blijft een onbetrouwbaar ding. Gaan we weer niet eens wat het lijkt? Zelfs als je het 7 keren terugkijkt. Waar zijn al die moloten nou? Ik wil het weten, kom zeg me gauw. Wie is de wie is de bubba, wie is de wie is de bubba, wie is de wie? Pa 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 da pa da pa pa da pa 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 da pa da pa pa da pa. Wie is de mol? Vodcast! Welkom, de 9e aflevering van Wie is de Mol is een feit. Een kleine 1,8 miljoen mensen keken ernaar op Nederland 1 afgelopen donderdag. En dit was het te zien, samengevat in die altijd 43 durende secondes. De 9e aflevering van de Mol begint met geld dat is verdwenen uit de pot en een nieuwe penning meesteres. Dan de eerste opdracht, alle nationaliteiten verzamelen. Ja, want elke nationaliteit is 100 euro waard, maar dan moeten ze wel uniek zijn. Uitwisseling van informatie dan, geheimzinnig. En de tweede opdracht met een kaart, nog een kaart, leg ze allemaal op elkaar. Je weet waar Pieter Jan staat, maar de Mol heeft ook contact opgenomen met iemand. Ze vinden elkaar dan, maar Patrick wil naar die blauwe poei, want daar ligt zijn vrijstelling. Gefeliciteerd. De derde opdracht, zoveel mogelijk informatie opschrijven van de gids, dat aan elkaar overbrengen en dan de overhoring. Elk goed antwoord is weer geld waard. De test, die is weer anders. Met vragen over de toekomst. Deze keer geen executie, maar wel verwarring. Wordt vervolgd. Zo, niemand eruit in deze aflevering van Wie is de Mol? Alweer niet. Het is een beetje een terugkerend ding tijdens dit seizoen. Wel vragen in de test over de toekomst. En dat is iets dat ik in ieder geval nog nooit eerder zag bij Wie is de Mol. Is leuk, houdt het programma lekker afwisselend. Dan Patrick, die won, of althans bemachtigde een vrijstelling. En daar was hij blij mee. Kijk maar mee. Ja! Ja! Shit! En de dames die deden een poging om die blijheid, ja, ja, zeg maar na te doen. Ja, ja, ik ben door. Ik denk, waar heeft die gast het over? Ik begreep het nog niet. Ja, ik heb een vrijstelling. De Mol heeft contact met mij opgenomen. Zeg het maar. Wie vond jij de beste na-aap-er? En ik denk dat we het er allemaal mee eens zijn. Het fragment waar iedereen na afloop over napraatte was de discussie of Pieter Jan nou wel of geen dier was. Ik denk dat het een aap is. Over. Nog één keer, een aap? Oh ja, misschien is het geen aap. Maar hij heeft een lange staart en het lijkt een beetje een aap. Dus ik dacht, misschien moet dat Pieter Jan voorstellen. Over. Karin, Patrick hier. Ik weet niet of dat de bedoeling is, want ik heb een kruisje. Pieter Jan is geen aap. Let op, Pieter Jan is geen aap. We gaan een blik werpen in de Wie is de Mol community. Daar waar opvalt dat ineens Patrick veel verdenkingen op zich heeft gekregen. Dan waren aflevering 8 en 9 ook wel een beetje een maak Patrick verdacht aflevering. Enfin, we beginnen met de afvallerstheorie. Een theorie die ik vaker behandeld heb en het is gewoon dé theorie van dit jaar. Maar het grappige is, hij voorspelt niet wie nou de mol is. Hij voorspelt wel wie er wanneer gaat afvallen. En als we het rijtje even afgaan, die hebben we gehad, dan zien we dat Karin vraag 10 beantwoordde. En we zien haar denk ik ook in het begin van aflevering 10 vertrekken. Dan houd je Art, Soendels en Patrick over. Wie van hen is nou de mol? Ja, dat zegt het dus niet. Wel veel mensen die aan de hand van weer andere theorieën denken dat het Art is. Om een voorbeeld te noemen, bijvoorbeeld Mol Mark, die zegt: Art hebben we vraag 11 zien beantwoorden. Dan zou Art in aflevering 11 afvallen. Aangezien het de finale is, is hij de verliezer. Marika die denkt dat ook, maar heeft een andere theorie, namelijk: wat mij opviel is dat Art gisteren in aflevering 9 vraag 11 en vraag 20 kreeg. Draai dit om, dan staat er 2011. Is hij de 11e mol van 2011? Gaan we even kijken naar Patrick, want die zei in de aflevering het volgende. Ik ben de eerste die in de finale zit van 2011. Tijdens de uitzending vond ik dit ook al een bijzondere uitspraak. En op het forum is Beertje Collagol het met me eens. Is dit nou blijheid of een verspreking? Agius reageert erop met: hoezo? Hij heeft toch een vrijstelling, dus hij is als enige zeker van een finale plek op dat moment. Ezel K die reageert erop met: nee hoor, de mol is al vanaf aflevering 1 zeker van de finale. En daar ben ik het helemaal mee eens. En helemaal als je dan een beeld ziet van een lachende Patrick met een mol logo naast zijn hoofd.
Dan heb ik nog een filmpje. Een filmpje naar aanvang van de Roadshow. Hè, waar de mol elke week te gast is. En met een vervormde stem een aanwijzing geeft. Het filmpje dat gaat als volgt. En dat is een van de drie die aan de rechterkant van het Pieter Jan gekeken zat. Ja, opmerkelijk. Is dit daadwerkelijk Soendos die ontmaskerd is? Nee, dit is nep. En ik heb daar drie redenen voor. Dit filmpje komt van een YouTube-account van iemand die nog één ander filmpje erop heeft staan. En dat is van René van der Gijp, die wordt nagedaan. Dus het is in ieder geval iemand die imitaties doet, deze YouTuber. Ten tweede, de klemtonen bij de ontmaskering zijn anders dan de eerste keer dat je de tekst hoort. En ja, als derde reden, het is gewoon een hele slechte Soendos-imitatie. Althans, ik zou diegene niet na kunnen doen, maar ik denk niet dat dit de echte Soendos... Jullie splitsen je zometeen in twee groepen. De ene groep verdiept zich in de Mombacho-vulkaan. De grote vulkaan hier. Vaak bepalend voor het landschap. Maar vandaag, dat gebeurt ook vaak, in nevelen gehuld. De anderen willen alles weten van koffie. Ik zou goed opletten, want de kennis die je opdoet is van doorslaggevend belang voor het slagen van de opdracht. Splits maar. Jij hebt een koffie? Ik wil koffie. Ik wil ook wel koffie. Ik wil ook wel koffie. Iemand ook opgevallen dat de mol tweet rondleidingen 2, boten 4... Kandidaten 3, nationaliteiten, vraagteken. Een vulkaan, een plantage, een quiz, de toekomst. En ik, zometeen, Nederland 1. Om op die mysterieuze 11 te komen, heb je het getal 2 nodig. Wie heeft er 2 nationaliteiten? Dat is inderdaad Soendos. Dan Sjoerd Vroberg en die stuurde mij de volgende e-mail. 100113. Dat heb ik uit een tweet van de mol gehaald. De 100ste dag valt volgens de kalender van Haap, een Maya-kalender, in de maand Moan. Moan is een vogelgod. Dat heeft weer verbanden met de watergoden. De maand van de watergod is volgens de kalender van Haap Mol. Dan de naam Art, die heeft 3 letters, wat de 3 in die cijferreeks verklaart. En het is het 11e seizoen in 2011. Ja, het is een verklaring voor die getallen, maar... Ja, ik weet niet. Ik vind hem persoonlijk heel ver gezocht. Maar in ieder geval bedankt. Dan gaan we naar Tos, die zegt... Nadat de kandidaten en de mol antwoord hebben gegeven op de koffievulkaanvragen... zat Soendos behoorlijk, en terecht, te zeuren over Art en zijn molacties. Maar terwijl Soendos alles aan Karin vertelt... geeft Patrick achter hun rug Art een schouderklopje. Suggereert Tos hier nou dat de mol, de nepmol, een schouderklopje geeft? Zou zomaar kunnen. Maar Limone die merkt ook nog eens iets goed op. Die zegt, de mol die heeft getwitterd, mag je liegen in de kerk? Moest gelijk denken aan wat Karin zei. Nee, ik ben niet de mol. Kan betekenen dat ze dus wel gelogen heeft in de kerk. Een ultieme molhint naar Patrick dan. Zou kunnen. Een mol is blind, dat is wetenschappelijk bepaald. Patrick die verblindt zich gedurende de afleveringen heel vaak door zijn handen voor zijn gezicht te doen. Dat gebeurt vooral veel bij de executie. Altijd die handen in zijn gezicht. En Ruud 2003 voegt daar het aan toe. Ja, je ziet het ook bij aflevering 1 na de busopdracht als ze te horen krijgen dat ze bij de mol in de bus zitten. Het zou inderdaad iets kunnen betekenen. Tot zover de community. Ik kreeg vorige week een aantal goede antwoorden. Een aantal die in de buurt zaten en ook een aantal foute antwoorden. En dat ging dan over dit plaatje. En nou goed, u ziet het. Dit was een foto van de WK-finale van het WK in 1978. Had ik zelf ook niet geweten. Ik had wel gezien dat dit Argentinië en Nederland waren. Zo kwamen veel mensen ook op het Wie is de Mol seizoen in Argentinië. Seizoen 6 was dat. Alleen die finale speelde daar ook een klein rolletje in. Namelijk, even kijken hoor, aflevering 6 was het. En daar kreeg iedereen tijdens een diner met een grote belangrijke meneer uit Argentinië opdrachten. Ze moesten één voor één die opdrachten ophalen. En de opdracht van Peggy was om de gastheer, dus die man, te overtuigen dat die finale overgespeeld had moeten worden. En zo had je dus kunnen weten dat
dit een connectie had met de mol. Het is met het spel de mol. Het is zeer duidelijk. Ik heb er nog één. Dit is trouwens de laatste voor dit seizoen. Want volgende week geef ik geen nieuwe. Dus je kan nog één keer puzzelen. En daarvoor... Top hier. Ben ik dit... Maar goed. Daarvoor heb ik deze foto. Hij is... Ik geef het toe. Hij is vrij lastig. Je moet diep in het geheugen graven. En subtiel. Kijk maar wat je ziet. En ik hoop dat je er wat van kan maken. Hij is pittig. Laat het weten. Wat heeft dit met een opdracht uit een Wie is de Mol seizoen te maken? Vorige week mocht ik je vertellen dat de Mol Fandag 2011 er gaat komen. En wel op zondag 20 maart 2011 in Stadscafé de Observant in Amersfoort. Nou, we zijn een week verder. Is er meer nieuws? Nou, niet qua kandidaten en mensen die aanwezig zullen zijn. Wat betreft de serie, dat weet ik nog niet. Het programma is wel bekend. 1:30 is daar de meet and greet, het aanvang van het programma. De veilingen, vragenvuur, de quiz, alle onderdelen zitten erin. Hartstikke gezellig. Dit programma vind je terug op wieisdemol.com/vendag. En dat is ook de plek waar je je kan inschrijven. En de inschrijving is geopend! Ik lijk Oprah wel. Beetje overdreven dit. Maar goed, je kan je inschrijven en doe het snel. Want vol is vol en op is op. En het is nou eenmaal zo dat de observant niet heel erg groot is. Dus er kunnen geen honderden mensen naar binnen. Dus vind je het leuk, wil je erbij zijn, schrijf je dan nu in. Ik zal er ook bij zijn, dus misschien zie ik je dan. Zou leuk zijn. Hartstikke gezellig. Goed, de Mol Fandag. Thank you for watching this episode of the Who's the Mol podcast 2011. Episode 9, Who's the Mol? I don't know. Dat was de afsluiting in, zoals Karin dat zou noemen, nou niet heel erg verstaanbaar Engels. Dit was hem wel, aflevering 9 van de Wie is de Mol podcast 2011. En ik heb zin in aflevering 10, want dan is de finale van Wie is de Mol. Eerst zien we Karin nog vertrekken. Of mag ik dat niet zeggen? Nou ja, in ieder geval, dat denk ik in ieder geval. Blijven er 3 over en dan zegt Pieter-Jan, wie is de mol? Dat hoor je volgende week. Zo gaat het elk jaar, dat is echt een anticlimax. Maar goed, zo houdt het allemaal wel spannend. Dat volgende week. Stuur deze video door aan je vrienden en familie. Abonneer en stuur een reactie via de bekende wegen als je iets te melden hebt. Of ook niet, is ook gezellig. Tot volgende week. Dag!